De stichting BOR verzorgt het openbaar onderwijs in Rotterdam. Prosco is de organisatie die voor BOR de administratie doet. Beide zitten in de Kalandstraat. De zaak kwam aan het rollen toen Leefbaar Rotterdam aangifte deed. Er was een anonieme melder. Die zei, ik ga niet naar de politie, want er wordt mijn naam bekend. En de omgeving waarin de fraude plaatsvindt, want daar is hier sprake van, die intimideert mensen. En ik wil niet dat mij of mijn gezin iets overkomen. En toen hebben wij het aangehoord, de bewijzen bekeken. En toen hebben wij gezegd, nou dan doen wij wel melding. Wat meldde diegene precies? Dat er door de stichting BOR en aannemers fraude werd gepleegd. Dus dat er voor onderhoud aan scholen te hoge rekeningen worden gestuurd. En dat is geld van de belastingbetaler en van de gemeente Rotterdam. En dat verdwijnt in de privézakken van de aannemers en van mensen die voor de gemeente werken. Inmiddels heeft het OM dus invallen gedaan op de kantoren en bij een medewerker thuis. Daarbij is administratie in beslag genomen. De medewerker is niet aangehouden. Het OM onderzoekt of deze medewerker zich schuldig heeft gemaakt aan corruptie en valsheid in geschriften. Dan moet u denken aan facturen die valselijk zijn opgemaakt in de vorm van het antedateren van facturen of het factureren van niet verrichte werkzaamheden of hoger factureren dan de daadwerkelijk verrichte werkzaamheden. Ja. En als het gaat om de ambtelijke corruptie, dan bestaat het vermoeden dat de bewuste medewerker geldbedragen heeft ontvangen in ruil voor het verstrekken van opdrachten aan bepaalde bouwondernemingen. Om hoeveel geld gaat het? Dat is moeilijk te zeggen, maar het speelt al jaren. En ik heb opdrachten gezien van tonnen, maar ook zelfs van boven een miljoen. Dus als daar elke keer een paar procent van overblijven, dan loopt dat wel aardig in de bedragen. Maar ik durf niet te zeggen hoeveel dat zal zijn. De gemeente Rotterdam wil pas op de zaak reageren als het onderzoek van het OM is afgerond. Leefbaar Rotterdam dringt aan op grondig onderzoek binnen de gemeente. Want het zijn natuurlijk de frauderende mensen die worden aangepakt, maar dat doen politie en justitie. Maar er zijn ook allerlei schakels intern die hier eigenlijk toezicht op hadden moeten houden. En die hebben dat blijkbaar niet goed gedaan. De stichting BOR was vandaag niet bereikbaar voor commentaar.